leuke dingen gaan hebben. 15 maart in P3 hebben we Mijn Stem, Mijn Stad aan de overkant van de microfoon. Op dit moment Raoul en Marvin. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Zometeen hebben we ook nog Tjerk. Die gaat ook wat voor ons, of die gaat ook wat betekenen op die avond. Maar laten we even beginnen met jullie. Marvin, jij werkt ook bij Club Welzijn, hè? Ja, dat klopt. Wat is jouw aandeel in dit evenement, om het zo maar even te noemen? Mijn aandeel is dat ik door mijn collega ben gevraagd om ook een deel van de workshops op mij te nemen. Dus ze heeft mij gevraagd om Raoul gewoon een graffiti workshop te laten doen. Oh, jullie doen samen die workshop dus? Ja, dus ik moet alles met hem regelen, omdat... Het is een project waarbij heel veel collega's zijn ingeschakeld, omdat het anders gewoon te omvattend is om zelf te regelen. Dus iedereen draagt een steentje bij, waardoor je met elkaar gewoon iets goeds krijgt. Ja, want kan jij even kort vertellen wat er nou ook weer gaat gebeuren op 15 maart voor de mensen die onder een steen hebben geleefd of de afgelopen weken geen permission hebben geluisterd? Ja, natuurlijk. Nee, het project is ontstaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En ja, in Purmerend is er eigenlijk niet zoveel voor de jongere doelgroep. Dus dit is een kans voor hen om ook gewoon hun stem te laten horen in de zin van een discipline of iets kunstzinnigs uitdragen. En daarmee hun stem laten horen aan politici en ook de gemeente. Ja, en dat kan helemaal op je eigen manier. Op welke manier je dat doet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, hè? Nee, zeker niet. Zolang de boodschap maar duidelijk is. Ja, precies. Raoul, jij zit dus in de graffiti-wereld, zeg maar, om het zo te noemen. Ja. Hoe moet ik het zien? Sta je elke zaterdag ergens gewoon een muurtje te bekladden? Of hoe ziet jouw leven eruit qua graffiti? Ik heb een paar vrienden en daar spreek je dan soms mee af. Gebeurt soms eens in de maand of langer. Dan ga je gewoon naar een graffiti-vrije plaats of je doet illegaal, maar geen de mensen. Een graffiti-vrije plaats. Ja. Dan ga je gewoon een muurtje pakken met z'n allen en dan heb je een mooie dag van. Hoe herken je die graffiti-vrije plaatsen? Nou, er staat al zo'n bordje bij en het is in de graffiti-wereld is wel bekend waar het allemaal mag en zo. Okay. Meestal staat er een bordje bij van wat er wel mag en wat er niet mag. Ik heb het idee dat die bordjes niet staan bij ProRail, maar dat iedereen doet alsof ze er wel staan. Want die treinen zijn altijd mooi versierd. En als je dan bezig bent, wat maak je dan precies? Maak je dan vogels of zo of andere? Nee, iedereen heeft zijn eigen schuilnaam. Dat is een naam, een graffiti-naam waarmee je in de graffiti-wereld bekend bent. En dat spijt je dan op de muur en dan kun je poppetjes bij doen of waar je bekend mee staat. Is dat net een beetje zo, motorsclubs, je hebt de Hells Angels en je hebt de, hoe heet die andere club die nou laatst opgestaan. Is dat tegen elkaar vechten of zo? Nou ja, er bestaan wel eens ruzies tussen elkaar, maar meestal gaat het wel goed. Oké. Tegenwoordig wel, vroeger was het anders. Ik kan me zo voorstellen, zo'n graffiti-vrije plek, dan heb jij een mooie tekening gemaakt en een week later komt er iemand anders die een tekening overheen maakt. Dan ga jij weer terug om weer een nieuwe tekening erop te maken? Of? Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb foto's ervan en daar gaat het eigenlijk om. Oké, okay. Je maakt van elke alles wat je doet, maak je even een foto en dat heb je dan voor je archief. Ja, een plakboek. Oké, voor je plakboek. Nee, je spaart postzegels en jij foto's van je eigen graffiti ding. Nou, hartstikke leuk. En die inspiratie, je zegt je hebt een eigen logo, maar je staat daar en waar haal je dan verder nog je inspiratie uit? Nou, uit van alles. Gewoon als ik zit te tekenen en in één keer schiet er iets in mijn hoofd. Oké. Okay. En dan maak ik dat weer. En dat lukt ook in één keer, want dat moet je wel in één keer goed doen, lijkt mij. Nou ja, soms dan denk je, nou dit is bagger en dan gooi je het gewoon weg en dan probeer je het nog een keer totdat je iets goeds hebt. En dan spuit je het op de muur en dan is het een mooi plaatje. Want inderdaad, oefen je dat ook thuis op de muur? Of dat, nee, ook gewoon op papier, gewoon in tekeningetjes maken. Dan ga je met die tekening naar de muur en dan maak je graffiti. Oké, dus je hebt wel een soort opzetje wat je wil gaan doen als je naar zo'n plek gaat. Met hoeveel mensen doe je dat dan? Ligt eraan, soms alleen, soms met mijn oom, soms met mijn groep. Ja, ligt eraan. Oké, nou hartstikke leuk. En jij gaat ook wat betekenen op de 15e dan. Wat ga jij precies doen? Nee, dat is nog niet helemaal zeker. Maar van tevoren ga ik een graffiti workshop doen. Mm-hmm. En dan gaan we even bekijken wat we op 15 maart gaan doen. Oké. Maar het gaat wel iets worden. In ieder geval ga je dus een graffiti workshop geven. Dat is hartstikke leuk. Ja. Leer je dat snel, graffiti spuiten? Nou ja, het is wel met tijd. Je moet veel oefenen. Maar je kan het wel op een gegeven moment leren. Maar je moet wel blijven oefenen. Oké, okay. Ja, ik denk dat... Heb je bussen mee of niet? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Ik word niet zo blij mee zijn als ze die oranje muren hier gaan... Veiligheidsvoorschriften ook waar reuken. Oké, goed. Nou, hartstikke leuk is dat. En is er een plek in Purmerend die jij kan aanwijzen van, hey, dat is mijn graffiti? Op dit moment niet, maar wel waar ik wel de spuit. Dus bij de Venice skatebaan of bij, hoe heet het, de Comic. Oh ja. De Kern. En ik had het al even over die treinen. Heb je dat wel eens gedaan?
Is dat zwart? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is slim, hè? Oké. Hey, die graffiti workshop, wanneer wordt die gegeven en hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? We weten nog niet precies de datum. Okay. Maar dat krijg je allemaal later nog te horen. Dus we moeten het eigenlijk een beetje in de gaten houden. Wat ga je allemaal leren? Hoe ziet zo'n workshop eruit als je het eventjes kort omschrijft? We gaan eerst leren op papier en graffiti proberen te maken. We gaan een beetje uitleggen van wat het is en zo. En daarna gaan we graffiti maken. Oké. Is dat gratis of kost dat geld? En dat moeten we ook allemaal nog even bekijken. Ja, je moet nog even kijken hoeveel je wil vangen. Ja. Oké, goed. Dan gaan we er zeker meer van horen. Dat kunnen we volgen, Marvin, en neem ik aan via de Facebookpagina van Mijn Stem, Mijn Stad. Zal het ongetwijfeld even verschijnen. Ja, de planning is om het volgende week wel rond te hebben. Ja. Okay. We zijn als goed als klaar, maar alleen nog de... Eventjes de details. Puntjes op de i. Oké. Raoul, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik vind het zeer interessant. En ik wil eigenlijk een keertje een reportage maken als jij gaat graffiti spuiten. Want je woont ook in Purmerend? Ja. Oké, okay, we moeten gewoon even regelen dat we een keertje met hem meegaan en dat we even een verslag van maken. Is goed. Dat kunnen we dan leuk uitzenden. Dankjewel voor je komst naar de studio en een fijne avond. En dan gaan we naar Tjerk, die zit ook in de studio. Die gaat nu eventjes met jou van de microfoon wisselen. En Tjerk is dichter, hè? Neemt het nog eventjes rustig plaats. Moet je dat drinken of? Nou, dat zouden we ingaan. Nou, dan gaan we dat zo even regelen. Tjerk, jij bent dichter, hè? Ja, klopt. Hoe kom je er zo bij om dichter te gaan worden? Eigenlijk schreef ik als kind al vrij veel. Mm-hmm. Daar is toen eigenlijk een hele tijd een pauze ingekomen. Totdat ik een jaar of 18 was en ik tijdens mijn eerste hbo-studie iemand ontmoette die ook heel veel gedichten schreef. Toen kwam het een beetje los eigenlijk. Door haar eigenlijk ook weer op het spoor van schrijven ben gezet. Ja, je schreef een gedicht voor haar vervolgens? Of? Wel veel veranderen, maar niet voor haar. Oké, dan ben je dichter en dan ga je ook wat doen, geloof ik, met de 15, hè? Met Mijn Stem, Mijn Stad. Klopt. Wat is jouw rol daarin? Eigenlijk ben ik, dankjewel. Ah, het drinken wordt gewoon geregeld hier. Ja, uitstekend. Voor mij een colaatje trouwens, Marvin. Ja, dan doe ik het ook meteen. Ik ben benaderd om een of meerdere gedichten voor te dragen die inderdaad overeenkomen met het thema Mijn Stem, Mijn Stad. Okay. En daar ben ik op dit moment druk mee bezig om om dat vorm te geven. Ja, want je hebt ook een eigen gedichtenbundel uitgebracht, hè? Dat klopt. Ik heb er zo ook even een fotootje van die we nu op tv gaan tonen. Dit is jouw eigen bundel. Ja, dat klopt. Wat voor gedichten staan er allemaal in? Er staan een aantal gedichten in die betrekking hebben op liefde. Mm-hmm. Daar is het eigenlijk ooit mee begonnen. En daarna heeft het zich eigenlijk heel erg uitgebreid naar hele diverse gebieden. Het kan eigenlijk van alles zijn. Okay. Dus niet dat ik me specifiek op één onderwerp richt. Maak je ook wel eens gedichten over Purmerend? Dit is de eerste opdracht waarbij ik inderdaad gedichten schrijf over Purmerend. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Oké, okay. Even jouw persoonlijke... Dit is ook wel een heel specifiek onderwerp. Ja, dat is zeker een specifiek onderwerp, want jij woont ook in Purmerend. Ja, klopt. Wat vind je zelf van Purmerend? Dan kan ik al een beetje voelen waar dat gedicht heen gaat namelijk waarschijnlijk. Want dat ga je er denk ik wel in verwerken. Ja, zeker. Daar ben ik op dit moment mee bezig. Ja. Ik zou zeggen, ik heb wat gevonden. Moet je even goedkeuren. Kan je hier, denk je, het gedicht op voorlezen? Hij hoort het niet, hè? Oh, hij hoort het niet. Het is een piano, maar ik denk dat het wel goed gaat. Één gedicht die zou jij gaan voorlezen. En ik zou zeggen, ja, lees me even voor. Ik ben benieuwd. Wil jij specifiek een gedicht over Purmerend horen? Of? Doe maar je beste gedicht. Het maakt mij niet uit. Maar als je iets over Purmerend hebt, is dat altijd leuk natuurlijk. Nou, eigenlijk komt dat op 15 maart, hè? Dat komt op 15 maart. Maar ik heb wel iets anders uitgekozen wat... er ook binding mee heeft, zeg maar. Mm-hmm. Want 15 maart gaat natuurlijk niet alleen over gedichten. Het gaat inderdaad over Mijn Stem, Mijn Stad. En dan zou ik eigenlijk een gedicht willen voordragen. Het gaat over Job Cohen. Daar zit ik al een tijdje mee in mijn hoofd. Ik zat al een tijdje op zoek naar een plek waarvan ik denk van... waar zou dat nou een keer passen? En aangezien het hier toch een beetje over... politiek gaat en Mijn Stem, Mijn Stad natuurlijk ook redelijk politiek gericht is. Zeker. Zou ik dat graag willen voordragen? Oké, okay, nou, we zijn razend benieuwd. Ik start nog even de piano en kom maar op, zou ik zeggen. Het is een gedicht en als je nou... ik ben bij Mijn Stem. Wat een stem niet altijd hoeft te betekenen dat degene die het luidst praat ook de meeste aandacht krijgt. Oké. Okay. Daar is het eigenlijk op gebaseerd. Dus ik zou zeggen, start de muziek. Ja, we zijn er helemaal klaar voor.
Lieve Job, beter kunnen luisteren dan praten is iets wat weinig mensen is gegeven. Toch was het voor jou niet genoeg om in Den Haag te overleven. Maar je bent wel de enige die ziet hoeveel het zou veranderen als meer mensen samen thee dronken en luisterde naar anderen. Dus als je ooit de baas van China wordt, neem dan een doosje Pickwick mee. Want ook de Dalai Lama houdt vast wel van een lekker kopje thee. Hij is hier in de studio, onze dichter. Yeah! Ja, dat is allemaal in het kader van Job Cohen, denk ik, die op een gegeven moment is weggegaan uit de politiek. Precies. Vermoed ik zo. En nou, dat is hartstikke leuk. Is inderdaad gerelateerd aan het thema Mijn Stem, Mijn Stad. 15 maart is dat in P3. Tjerk, die gedichtenbundel die je hebt gemaakt, ligt die ergens in de winkel? Kunnen die mensen die ergens verkrijgen? Het is online verkrijgbaar. Oké, okay, ik zou zeggen, noem even een site. Maak een beetje reclame voor jezelf. Bookscout. Bookscout. Oké, okay, .com.nl. .nl. Oké, okay, en dan vinden we hem onder Tjerk. Ja. Hoe heet die? Hoe heet de bundel? Tastbaar. Tastbaar, oké. Okay. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio. We gaan jou op de 15e zien, hè? In P3. Marvin, nog eventjes kort. Kan jij nog even vertellen waarom mensen daar naartoe moeten komen? En vooral waarom ze zich in deze laatste week... Volgens mij kan je nog heel veel aanmelden. Deze laatste week kan je aanmelden. Ja. Waarom moeten mensen dat doen? Nou, de reden is heel simpel. Zeg maar, iedereen heeft een mening over Purmerend. Er wordt niet genoeg gedaan volgens de jongeren. Nou, dit is de kans om dat gewoon aantoonbaar te maken. Naar degene die daar invloed op hebben. En... meestal wanneer er heel veel mensen verenigd zijn die één iets vinden en daar echt voor gaan, dan wordt er meestal wel naar geluisterd vanuit de politiek. In ieder geval genoeg dat het een signaal afgeeft dat er iets moet gebeuren. Dus ja, dat zal ruimte kunnen scheppen om iets nieuws te beginnen. Want er worden ook mensen uit de politiek van Purmerend uitgenodigd, hè, die avond? Ja, zeker. Oké, 15 maart is dat dus in P3. Waar kunnen mensen zich aanmelden om op hun manier iets te laten horen over Purmerend? Mensen kunnen zich aanmelden via Club en ook via de site gewoon van Mijn Stem, Mijn Stad op Facebook. Oké. Okay. Nou, dan wil ik ook jou bedanken voor je komst naar de studio deze avond, Marvin. Ja, hartstikke bedankt. En dan gaan we nog even het promofilmpje draaien dat van de week naar ons opgestuurd is. En dat is zeg maar de aankondiging van Mijn Stem, Mijn Stad, geschoten door Shoot. Ja, mijn stad wordt geclaimd door wat fakers. Ik hoef geen namen te noemen als ze het zelf al weten. Ik ben een van de meest gevreesde underrated rappers die je niet hoort spreken. Wacht eens even, ik ben bijna vergeten mezelf te introduceren voor de meesten die mij nog niet kennen. Boom, bang, bow. Hey yo, dit is Mee Klein. Wil je gewoon even jezelf laten horen? Kom gewoon. Hey yo, kom gewoon naar P3 man, 15 maart. Mijn stem, mijn stad. Alle jongeren in Purmerend hebben het talent, maar kunnen het niet laten zien. Dus op deze dag kan je het laten zien. Jij wil dat vannacht hier naar je glazen wordt moeten komen. Je kan ook kijken op de Facebookpagina Mijn Stem, Mijn Stad. Kom je talent showen, kom je boodschap delen met ons. Murderend is in de building, we zien je daar zo. Peace. Speak now or forever hold your peace. Wie ook nog, wie klein, wie der. Mijn Stem, Mijn Stad, 15 maart is het in P3 en dan is het zover. Zag ik onze Daryl voorbij komen zojuist? Ja, Daryl Mantel. Ja, Daryl Mantel. Ja. Altijd overal bij betrokken, leuk is dat, hè. Mijn Stem, Mijn Stad, zaterdag 15 maart in P3. Geef je snel op als je op jouw manier jouw stem wil laten horen. En je kan natuurlijk altijd P3 binnenkomen lopen op deze zaterdag. Dus over 3 weekjes. Ja. En wij gaan zorgen dat we erbij zijn natuurlijk. We gaan even zorgen dat we op locatie iemand hebben die er een beetje verslag van gaat doen. Zodat we op de hoogte blijven. En dan horen we waarschijnlijk ook wel Tjerk's gedicht over Purmerend. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Ik ben benieuwd inderdaad. Zeker.